onze glazen bol mogen geloven, of toch voor zover dat die reikt, is dit het alternatief voor de verbrandingsmotor van morgen. Dat is de vol-elektrische auto. Daar zijn een aantal redenen voor. Om te beginnen, ecologie. Van wel te wiel is een zuiver elektrische auto veel milieuvriendelijker dan eentje met een verbrandingsmotor. Weliswaar met de kanttekening dat je dan zoveel mogelijk groene stroom moet laden. Ten tweede, ja, comfort. Achter het stuur is er totale stilte. En dan de derde, ja, prestaties. Want een elektrische wagen is sneller, of minstens even snel, dan een auto met een verbrandingsmotor. Om de simpele reden dat het volledige koppel van Metavan ter beschikking staat. Ook naar praktische inzetbaarheid toe bij de elektrische wagen amper compromissen. En dat komt door de specifieke architectuur. Dat is te weten, batterijen onderaan, wat maakt dat je sowieso een laag zwaartepunt hebt. En met een elektrische motor achteraan of vooraan of op beide assen, ja, dat je ook gigantisch veel plaats hebt binnenin. Meer zelfs in de meeste gevallen dan bij het conventionele alternatief. Goed, de uitdaging bij elektrische wagens, ja, blijft natuurlijk het laden. Want je raakt maar zover als je batterijen kunnen dragen. Daarvoor staan verschillende oplossingen voor. Degene die we nu gaan tonen is het snelladen. Want die heb je nodig als je een echt alternatief wil maken van je elektrische wagen. Het grote probleem met deze snelladers is dat ze nog niet zo wijd verspreid zijn als de benzinestations die je overal in het land vindt. Vandaar dat heel wat constructeurs ook wallboxen in aanbieding hebben, die je trouwens aan kan kopen samen met een gratis, al dan niet gratis, audit. Dat je kan kijken hoe sterk je elektriciteitsnetwerk thuis is, vooraleer je zo'n wallbox gaat hangen. Je kan natuurlijk ook de gewone huistuin- en keukenstekker gebruiken, al is dat voor de nieuwste generatie elektrische wagens niet meteen de ideale oplossing. Omdat je dan, ja, al heel snel 2 dagen aan het laden bent, wil je je batterijen terug op volle kracht hebben. Nu goed, het vraagt iets meer moeite om je elektrische wagen rijdend te houden, maar het kan zeker. Het vraagt enkel wat meer planning. Vergeet alle vooroordelen die je had over elektrische auto's. Het is niet omdat het een ecologisch alternatief is, dat het daarom saaier moet zijn dan een verbrandingsmotor. Het is niet omdat er geen geluid meer van onder de motorkap komt, dat je daarom per se trager bent of dat er geen emoties te beleven vallen. En dat gaan we nu even bewijzen. Iedereen houdt zich vast. Zoals al gezegd, al het koppel van Metavan beschikbaar, dat zorgt voor snellere acceleraties dan bij een verbrandingsmotor. En eentje dat het gehad en het sport en spel is voorbij, ga je genieten van de stilte.